Hey! Nou, Hans, de Stine. Ja. Onze grootste fan. Onze grootste fan. De grootste fan. Ik heb, wat ik nou nooit gezien heb van hem, hij schrijft voor iedereen een stukje, hè. Verpakt voor de stand-up, voor de... Ik heb nog nooit een stukje gezien over ons. Wie heeft zijn bestuur heeft naar ons. Nog geen ene? Nee. Als columnist, hè? Als columnist. Hij vond die zulke mooie ding, maar hij heeft nog nooit erop bestuurd naar ons. Het scherp van Tom. Ja. Maar ja, ik heb van de pen. Kunnen we dat nog wel even verwachten, man? Ja, niet te lang wachten, want... Komende seizoen ga ik wel... Nee, ik denk één komende dagen al. Ja. En een mooi stukje over ons, en natuurlijk ook over onze Wigert. Want Wigert die zit nou op een weiland. Ja, absoluut. Waar u voor een paar weken geleden nog een boel onveilig hebben gemaakt. Een paar bier gedronken daar. Ja, maar zelfs in de bus, hè, maakt hij reclame als we met PEC weer naar een uitwedstrijd ingaan. Continu reclame voor Sassenom TV, hè. Ja, dat hoort ook zo. Doe niet anders. Ik weet nou waarom je geen kaartjes meer hebt. Die wij allemaal uitbeeld. Ja, wij allemaal uitbeeld. Ja, kijk, dat bedoel ik nou. Onvoorstelbaar. Hij zelf nog wat zinnigs te melden dan. Je kunt wel even een live column doen. Oh, ik heb eigenlijk weinig. Stel, nou, we vallen niet meer met die. Dan is het weer kloor. Ik denk dat met pen en papier dat er beter is dan met Muntje. Ja, ik ben op zich met Muntje denk ik wel goed, maar het is te mooi weer om even over een zulke ding na te denken. Maar goed. Ik laat het even bezien. Aanstaande maandag dan even Gert en mailt hij van u met een verhaal over ons. Ik zal even mijn zin erop zetten. En dan klopt het wel goed. Nou, dan vertrouwen we hem al op, meneer Morsink. We wensen u nog een fijne dag. Meneer Morsink, een hele fijne dag gewenst. Heb je zwaaien nog even naar Gert? Dag Gert.